Kijkers. Mariette, tuurlijk. Goed dat je er bent. Let's go. Was je op de plaats? En jog op de plaats. En march 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. We gaan shapen vandaag. En march, 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 march. Jumpen. Ga door. Nog 4 keer. Ja, goed je armen meenemen. Jok, 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 jok. Zet je knieën iets hoger. Nog 2 keer. Jok, jok, jok. Kom in het ritme. 4, 3. Tik om en omzij. Gestrekte arm, geslitte benen, tik, tik, tik. Nog 4, nog 3, nog 2. Neem je arm scoopen mee. Scoop, zak ietsjes dieper. Elleboog tot schouderhoogte. Yes, ik zie een hartje voorbij komen. Super, tik achter. Altijd leuk, hartjes. Hou van hartjes. Achter, achter. Oké, knie omhoog. Links en twee en op. Maak er ook een kniebuig bij. Dus en je knie op en je stamknie buigt. Nog een hartje. Yay. En op. Ook heel veel hartjes voor jullie. 4, 3, we gaan voor de repeater. Knie en stap. 3, 2, 1, wissel. Hou je knie gebogen. Ja, 1 keer nog. 2, we gaan voor de V-step met rechts. Repeater. Een jump squat. Woe! Repeat. 2. 1 V-step rechts. En een jump squat of nog een V-step. Als je een jump squat maakt, dan hup je 2 terug. 1, 2, 1. Loop naar voren. Repeat, repeat. V-step. Jump squat. Boogie, naar voren. Nog een keer, doe maar. Repeat, repeat. V-step. Jump squat. A boogie. Drinken. Op de
plaats. Squat. La. Up. La. Up. Nog twee keer. Nog één keer. Basisstap. Voor, voor, achter, achter. Met je linkerbeen. Squat op de plaats. Basis 2. Step touch naar links. Single. En nu twee stappen. Nog een keer. Single. En twee stappen. Squat. Basis stap. Single step. Double step. Single step. Double step. Squatten. Twee. En. Eén. Basis. Zet een duimpje. Toppie. En. Six step. Six step rechts. Zonder draai nog. Squatten. En als je die voor de eerste keer doet, gewoon blijven lopen. Single step. Double step. Six step. Linkerbeen, rechterbeen voor en loop hem uit. Squat. Squat. Basis step. Step touch. Hij wordt steeds spannender. Step. Maar nu met draai. Nu. Ja, squat op de plaats. Basis. Single step. Double step. Six step. En turn around. Woe. Ja, snel je hoofd weer terug. Basis links. Single step. Kijk over je schouder. Yeah. Oh, 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 oh. One, one. Six step. En marcheer. Hoe gaat het er thuis? Zijn er al een eind op weg? Marcheer. Oké, marcheer hem uit. Wat ik jullie nog niet heb verteld, is dat we BBB gaan doen. Borst, billen, buik. Ah, ah.
Oké, okay, wat mag ik je pakken? Twee dubbels, een matje en als je het hebt, zo'n elastieke band. Ja, ik geef jullie even 2 minuten de tijd om dat te pakken. Voor de squats als de eerste benenoefening. We doen 3 benenoefeningen en die herhalen we. 1 minuut lang alles. Kom in een mid-wide staan met je voeten. Net buiten je heupen. Tenen iets naar buiten. En we gaan 1 toon naar beneden, 1 toon op. 1 toon naar beneden, 1 toon op. Ja, de tijd gaat nu in. 1 minuutje. Belangrijk bij de squat is dat je gewicht gelijk verdeeld is over beide voeten. Eet je middenvoeten. En je zitplank gaat naar achter. Je borst blijft op. Alleen dit. Adem uit, adem in. Je ademhaling zorgt ervoor dat je voldoende zuurstof. En op. Oh, ik viel even weg. Daar zijn we weer. Nou. Als je wil mag je wat dieper zakken. Als je hier maar aan de vloer blijft. En je rug is recht. Nog 5 seconden. Oké. Okay. Kom staan. We gaan 2 keer wegstappen met het rechterbeen. Dus uit. Uit. En 2 keer met links. Ook hier stap je buiten je heupen, dus je tenen mogen een klein stukje naar buiten. Ja, omdat je dit dan ook open draait, hè? Dat is de reden. Je mag je hand op je dijen voor een klein beetje steun. En dat opgelichte gevoel. Wil je meer vanuit je koor? Handen voor je borst. En koor betekent buik- en rugspieren, houdingsspieren. Nog 10 seconden. Goed gedaan. De volgende oefening is 2 keer met rechts. Lunges. En 2 keer met links. Lunges. Yep. 1. Terug. 1. Hou je rug zo recht mogelijk. Kies een punt in de ruimte. Waar je je aandacht op richt. Hoe voelt dat? Schouderbladen zijn plat op je rug. Trotse houding. Yeah. En nog 10. Laten we links nog afmaken. En marcheer. Neem even een break voor de herhaling. Ja, hierna nog 15 seconden en pauze. Om een slokje te drinken. Om je kleding recht te doen.
ontmoet te verzamelen. Rust is ook belangrijk, dan kan je de oefening weer beter uitvoeren. Na het rustmomentje. Let's go. Ja, tijdens de training denk aan iets leuks. Maar nog belangrijker is om dat lichaam te voelen. Sporten helpt je in je lijf, vanuit je hoofd, in je lijf. Blijf dat mij de belangrijkste reden van sporten, hartslag omhoog brengen. For a happy mind. En een fit body. Stappen weg naar links, twee keer. Uit en rechts en rechts. Go! Breng je gewicht echt helemaal bij de voeten. Helemaal. In het midden. Aan het opbouwen bent in je benen en in je koor. Woe, yeah! Ja, ken ik! Ietsjes dieper! Hou vol! Laatste keer met rechts. En meteen door met lunge. Links, uit en uit en rechts. Wil je meer balans? Let op, knie, laag en staat bij. Laag, knie, zet af van die vloer. Schouders laag. Wat? Dat de turnaround hebben we al gedaan. Nog 10 seconden. Hey, met je vingers kan je voelen of je buikspieren uitspant. Die rechte buikspieren. En nog eentje. Mooi, we gaan door met de borstspieren. Dus pak je dumbbells erbij. Oké, tweede oefening. En scoop. Open.
and look now you're over. One, two, three, four. Tweede oefening van de drie. One, two, three, four. Oh. De benen hebben we gehakt. De borst zijn we nu mee bezig. En dan blijft er straks nog open. De buik, heel goed. En de billen. Goed, vanuit hier gaan we op de knieën. Voor de push-ups. Nog 5 seconden. To start. We gaan 1 tel naar beneden, 1 tel omhoog. 1 minuut lang. En let's go. 1 en 2. De derde oefening van de 3 in de serie. Borst. Wow. Blijf in het ritme van je adem. Ja, de adem stroomt vanzelf. Spreid al je vingers. 1 minuutje is best pittig. Maar dat kunnen jullie gewoon. Staan, want dan gaan we in de herhaling. Ja, de tijd is al. Yo, open, sluit, open, sluit. Kijk af en toe even opzij. De elleboog is nog voor je schouder, dus let op. Tot hier en terug. Maak een klein stukje open. En de hoogte, de schouderhoogte. Elleboog bewegen naar buiten, met je handen buiten.
opzet. Vanaf hier nog 20 seconden. Kom liggen op je rug. Oh nee. Nee, ik heb een nieuwe. Kom zitten. Kom zitten. En leg je twee dumbbells op deze manier neer. Heupbreedte. We beginnen eruit. Handen iets naar achter. Rechtop zitten. En lift in. Lift en terug. Zorg ervoor dat je rug goed rechtop blijft. Jij mag je handen op voor je borst. Of een beetje steun. Op, tik binnen. Op, tik buiten. Blijf met je rug goed rechtop. Yeah. Op. Ja, hou goed de overzicht, hè. Trotse houding. En til je been op. En trek je navel in en uit. Doe het nog 4 keer. En 3. Hou je onderrug mooi lang. En nu met 2 benen tegelijk. Op, binnen, op, buiten. Op. Binnen, op, buiten, op, binnen. Blijf iets achter je zitplank. Yes. Alsof je in een boot zit. Binnen, op, buiten, op, binnen, op, buiten, op, binnen. Trek je riem een beetje strakker. Zie je nog? Kom liggen op je rug. Hier in één lijn met je zitvlak, armen langs je lichaam. We maken de hip lift. Kick. En plaats terug. Schouderbladen zijn laag. Op, kick. En terug. Let heel op dat je heupen recht blijven, vooral als je been wegkikt. Ja, we houden nog steeds die 1 minuut aan per onderdeel. 3 oefeningen voor de buik. We zijn bij de 2e oefening. Nog 15 seconden. Blijf je armen wegstrikken. Heel goed. Laat je knieën naar links zakken. Support jezelf een beetje omhoog. Elleboog onder je schouder. Hand op je hoofd. Crunch and duw. En crunch and duw. Je mag ook alleen je bovenste been meenemen. Als je het met 2 iets te pittig vindt. Dus dan gaat hij op deze manier. Alleen je bovenste knie. Neus naar je knie en weer weg. Yes. Kies je optie. Belangrijk is dat je licht blijft in je bovenlijf. Yes. Gedragen houding. Schouderbladen plat op je rug. En wissel andere kant. Halve minuut de ene kant. Half een minuut de andere kant. Hou die schouders mooi laag.
balanceert op je rechterbil. Het kan zijn dat je hier meer je benen voelt. Maar voel maar, je buik trekt mee hoor. Yeah. Oké, goed gedaan. Rust even uit. Misschien wil je even gaan liggen en jezelf helemaal lang uitstrekken. Ik geef jullie nog 5 seconden. En dan beginnen we weer bij de eerste oefening. Met je benen wijd zitten buiten je dumbbells. Die je misschien nog hier hebt liggen. Hoop ik. Handen voor je borst. Op en midden. Op en terug. Mag je handen ook hier? Yes. En check af en toe of je rug nog mooi recht blijft. Hè? Even te voelen. Met je rug van je hand in je onderrug. Span die bovenbeenspieren aan. Doe het rustig. Ja, je bent continu aan het werken met je buik en je rugspieren. En je beenspieren natuurlijk. Hoeft niet altijd dubbel speed. Blijf goed op je beide zitten. Nog 5 seconden. Goede uitvoering is belangrijker dan hoog tempo. En nu 2 benen tegelijk. Op, neer. Op, neer. Hou je bovenlijf zo stil mogelijk. Gedragen. Neem je armen mee. Sluit. Op, open. Op, sluit. Op, open. Ik moet meteen aan Mieke denken, Mieke. Yes! Bijna! Hands in the air, yeah! 4 in the air! En kom liggen op je rug. Armen langs je lichaam. Schouder naar de laag. Hip lift, kick, go. Hip, kick, plaats terug, neer. Blijf afzetten van je beide armen. Achterkant van je hoofd, goed stevig tegen de ondergrond. Voel je gedragen. Om en om. Kick, plaats terug. Oké, nog 2 keer. 1 keer links. 1 keer rechts. Laat je benen naar links zakken. Door op je linkerzij. Elleboog belangrijk. Kijk even langs je schouder weg. Je schouder recht op je elleboog staat. Hand achter je hoofd. Handje uit. 30 seconden. Vanaf hier. Kijk naar je navel. Kijk naar je voeten. Kijk naar je navel. Kijk naar je voeten. Dat je in de mat zakt, maak je rug wat langer. Ja, zodat je wat meer oplift. De bovenuit groeien. Draai om naar de andere kant. Hey, blijf groeien. Richting de lucht. Goed zo. Oké, als laatste onderdeel de billen. En we beginnen in de plank. Is natuurlijk ook voor je buik en rug, de plank van je hele lijf. Maar we gaan ons benen optillen, om en om.
Dus kom op je onderarmen, strek je beide benen. Kijk hoe laat het is. Ja, om en om. En lift je been. 1 minuutje. Je mag ook stil blijven in de plank. Alleen we tillen ons been op om de bilspieren wat meer aan te spannen. En de rugspieren. Yes. Kijk voorbij je vuisten. Schouders laag. Kruip weer op je handen en knieën. En als je niet op je knieën kan zitten, dat kan natuurlijk vanwege blessures of pijn in je knie gewricht. Dan blijf je gewoon staan en lift je been op deze manier. Ja, 2, 3, wisselbeen. 1, 2, 3. Dit is een optie, of op handen en knieën. Tenen tegen de mat. Laten we nu beginnen. 1, 2, 3 en terug. Hou je heupen recht, hou de schouders mooi weg. En je buik opgespannen. Hou die buiten tussen je beide knieën. Beweeg al je vingers tot het tegen de mat als je op je handen en knieën zit. Als je staat, heb je daar geen last van. Goed gedaan. We gaan weer naar de plankpositie. Op je onderarmen uit de hoever. Vuisten bij elkaar. Tenen tegen de mat. Strek je beide benen. Laatste ronde voor vandaag. En op en in. Op en in. Hou je schouders boven je ellebogen. Lip vooruit. Blijf ademen in en uit door je neus. Onderarmen stevig tegen de ondergrond. Laag op, laag en terug. Laag op,
nummertjes bij of schrijven. Of boeken. Hele goede week.